Hoe was het? Ja, het was leuk. Het is heerlijk weer. En spelen op een festival is altijd wel een speciaal dingetje. En als het dan allemaal zo goed uitpakt, ja, dan is het alleen maar genieten. En hoe is dit festival? De Almelo Hopland Festival? Hoe was de sfeer? Ja, het begint net. Dus ik denk dat ik aan het einde van de avond een beter antwoord hierop heb. Maar tot nu toe heb ik niks te klagen. Ja, nee, zeker. Nou, hoe gaat het met jullie verder? Want jullie komen uit Den Haag, heb ik begrepen. Dat is een beetje de sfeertent van Direct en alle andere bands. Zit je ook een beetje in dat sfeertje? Nou ja, het is een zeer muzikale stad inderdaad. En je ziet inderdaad veel bandjes. En dat is eigenlijk alleen maar hartstikke leuk. Dat zorgt er voor een beetje leven in de brouwerij. Ja, Magic Moon, een bijzondere naam. Als ik een beetje kan fantaseren, hoe zijn jullie daar zo bij gekomen? Dat was nog wel een worsteling. Het is niet makkelijk om een bandnaam te verzinnen, maar kom lekker bij staan, jongens. we wilden gewoon eigenlijk een naam wat makkelijk te verstaan was. En ook dat je het gelijk correct kan schrijven. Ja. En wat te onthouden is natuurlijk. Ja, precies. Want ja, Magic Moon, dat denk je niet gelijk aan als Direct. Ja. Nee, inderdaad. En Magic Moon klinkt een beetje psychedelisch en de muziek die we maken is ook een beetje psychedelisch. Dus op een gegeven moment moet je gewoon eentje kiezen. Over die muziek gesproken, 2018, het jaar van een nieuwe EP, toch? Absoluut. Ja, dit was een heel leuk jaar en we hebben er echt hard naartoe gewerkt. En dan dat je dan voor het eerst zo'n eigen LP in je handen hebt, ja, dat stond toch wel magisch, zeg maar. Dus jullie hebben hem gewoon op LP laten drukken? Ja, we hebben hem eigenlijk alleen op LP en mensen kunnen hem ook op Spotify luisteren. Dus je kan dus bijvoorbeeld naar magicmoonband.com gaan en dan word je eigenlijk doorverwezen naar de social media en de Spotify. Daar is het ook allemaal te beluisteren, maar als je echt een mooi stuk in je handen wil hebben, dan kan je hem kopen voor tientje. Ja. Nou ja, begin van de zomer, 7 juli, wat staat er verder nog op het programma deze zomer? We zijn nu bezig met wat optredens in Duitsland. We zijn daar vorig jaar geweest en daar hebben we ook een andere band mee ontmoet en daar gaan we nu ook een beetje mee op stap. En eigenlijk gewoon optreden, lekker veel shows maken en genieten. Nou, tof, ga dat zeker doen. Mag ik jou bedanken en tof concert. Ja, jou ook bedankt. Zeker. Super vet om hier te zijn.